Fractieleider van de ABOB en PLO Obed Kanapé sprak afgelopen dinsdag in het parlement over het aantal huisartsenpraktijken in de kustvlakte, met name Paramaribo en Wanica. De fractieleider vroeg wat er dan gebeurt in de overige districten, want ook daar hebben mensen problemen met hun gezondheid. Een andere vraag waar ik denk de gezondheidszorg mee te kampen heeft, is het feit dat de meeste huisartspraktijken in de kustvlakte zijn. Nou, zo zou kustvlakte zie ik iemand dit. Meneer de voorzitter, als je je auto pakt en je rijdt bijvoorbeeld van hier naar Lelydorp, zoveel huisartsenpraktijken in Paramaribo en Wanica alleen. Meneer de voorzitter, we weten dat de meerderheid van de samenleving in deze gebieden wonen. Maar hoe kunnen we er de andere gebieden waar we minder hebben, ook daar huisartspraktijken krijgen? Wat doet het ministerie om dat te bewerkstelligen? Maar ook had ik eerder, toen ter sprake kwam de zaak van de Cubaanse artsen die ondersteunen in het binnenland, had de minister het over een programma dat zal worden uitgewerkt waarbij studenten, medische studenten, in de laatste jaren in een stageperiode ondersteunen in het binnenland of elders van Suriname. Dat uiteindelijk wanneer je praktijk opzet, dat je een, niet alleen nader de gebieden waar je veel kan verdienen, maar ook dat dit programma ervoor kon zorgen of kan zorgen dat de Surinaamse arts weet dat Suriname groter is dan ons kustgebied. En dat hun praktijken, dat ze hun praktijken verder brengen dan alleen de districten waar de meerderheid van de samenleving woont. Meneer de voorzitter, we vragen van de minister om ons antwoord te geven hoe het zit met dit programma, als het nog doorgaat, of het is, of dat er geen animo ervoor is, of dat de studenten niet geïnteresseerd zijn, meneer de voorzitter. Maar ook willen we de vraag stellen als het gaat om het selecteren van studenten die de medische opleiding kunnen doen in Suriname. In een van de, ik las ergens dat de medische opleiding in, volgens mij in dit half rond, in Suriname is begonnen, de eerste medische opleiding, instituut. En nu is Suriname het land waar we met quota werken om studenten toe te laten op onze universiteit om de medische opleiding te doen. We zijn ver gezakt, meneer de voorzitter, terwijl die animo er is voor mensen of studenten die graag de medische opleiding willen doen. Meneer de voorzitter, we vragen aandacht van de minister. Wat zal er gedaan worden om de mogelijkheid te scheppen voor studenten? Kanapé, dat van quotum is geen nieuw ding. Het is geen introductie van recente jaren. Het is altijd zo geweest. En het is niet iets alleen voor Suriname. Misschien bent u onvoldoende geïnformeerd. Nee, maar het is altijd zo geweest. Het is iets van Suriname, is geen antwoord op de vraag die ik heb gesteld. De vraag die ik stel, als we niet genoeg ruimte hebben om studenten te accommoderen, dan moeten we daaraan gaan werken. Want we hebben niet genoeg artsen. Meneer de voorzitter, als het zij dat we de docenten niet hebben, kunnen we niet investeren om die docenten te hebben. Meneer de voorzitter, want als medische zorg prioriteit is, dan moet het zo zijn dat Tapwandatra, om maar juist een aantal WHO is stel dat hij.
Maar als we zeggen, we hebben het altijd zo gedaan, dat geeft aan die feel, dat gevoel om te veranderen, om anders te werken, om te verbeteren hetgeen dat niet goed is, is er niet. En iemand kwam bij me laatst en die gaf aan, langs hier bij DNA hier, en hij had het over, we waren in een discussie en hij zegt, we hebben een cultuur, een slechte controle. En ik zeg, en hij geeft aan alsof het nu nooit zal veranderen, meneer de voorzitter. En ik zei, als we niet kunnen vaststellen dat er een probleem is, dat we het als we vaststellen dat het altijd zo is geweest, zeggen we eigenlijk, uno aan kenken naar zwamtang. En ik praat over veranderen en verbeteren. Want verandering betekent niet per se dat het verbeterd is. Maar dat we gaan naar een situatie waar elke Surinamer die gemotiveerd een arts wil worden in dit land, dat die Surinamer de kans krijgt om dat daadwerkelijk te worden. Want dat wil hij of zij aan bijdrage leveren om die samenleving te verheffen. That's it. En als we praten over verandering, denk ik dat we allemaal kiezen voor die kant waar het beter uitloopt voor ons allemaal.